Fuck het hele jongen, Breno, what up, gast? Let's get it. Ik. Wat is je lievelingsdansje? Kan ik. Oh, kut, ik kan dat nu niet zien. Jij zeg maar, hoe heet dat nou? Is dat de. Die had Torben ook volgens mij, of had hij juist hem niet? Ik weet het niet. Zeg maar dat zo. Nee, oh, hoe ging dat ding nou? Zo, hé. Hey. Zo, hoe heet dat nou? Ik weet het niet. Ik moet het er zo meteen even zien, man. Dat is het dansje dat je zo heen en weer zo. Op zo'n chille beat, maar ik weet niet meer hoe dit dansje heet. Het is eigenlijk best wel erg dat ik mijn lievelingsdansje niet weet. Oeh, die LMG, jongens, is knijtertje chill. Dus hé, hey, give it to me. Ik zou zo wel even kijken. Fuck het hele jongen, Breno, what up, gast? Let's get it. Ik. De twist, jongens, dankjewel, ouwe. Dat is hem, ja. Hoe kon ik die kill daar? Huh? Ik heb. Ik. Hoe dan? Wat? Ik span gewoon legit en ik krijg een kill uit de niets. What the fuck, ouwe? Wat? Hoe dan? Oké, hey, gratis kill, let's get it. Is dit een teken? Is dit een teken dat deze game goed... Wow, ik vlieg wel echt knijp... Wow, we zitten wel echt... Jeetje. Zit hij nou... Shit. Oh, huts. Hij heeft een pump volgens mij, dat is kut, ouwe. Hij zit daar. Get out of here, man. Oh, get out of here, man. Woo! Tactical. Wat doe ik met die shotguns? Ik speel een keer gewoon niet met een pump en ik... Wow, ouwe. What the fuck? Oké, wat... Ik heb werkelijk geen idee wat de hel ik aan het doen ben in deze game. Maar dit is... Het bevalt me echt legit. Holy shit. Oké, waar zit er nog meer? Ik denk hier. Hier zit altijd wel iemand. Die LMG... Volgens mij daar binnen. Oké. Laat ik even wat pallets gaan hakken. Zodat we even in ieder geval heel veel hout hebben. Dat is echt de key to success bouwmateriaal. Ik heb werkelijk geen idee, jongens. Maar deze game is echt heel apart. Oh my god. Kut. Ik hoor weer te veel voetstappen. Yup. Kan ik dus heel snel in naar je? Ik weet niet wat ik daar zei trouwens, maar... Hij zit daar. Oh my god. Ik heb geen bouw, jongens. Oh my god. Oké, oh my god. Even rustig aan nu, hoor. Pump of tech. Ik vind de tech echt chill op dit moment.
Oké, ik heb in ieder geval iets van steen. Het is nog steeds niet heel veel, maar ik heb in ieder geval iets. Ik weet echt niet wat ik ga doen. Ik ga denk ik even hem een beetje ontwijken, man. Ik weet niet, ik was een beetje bang voor die kerel. Pff, ik had hem wel flink gehit, man. Holy shit, gek. Wat een game is dit. Is echt... zo veel shit gebeurt hier, man. Oh my god. Woe, ik moet heel even bijkomen, man. Yo, ouwe. Damn. Oké, ik moet even wat hout zien te fixen, man. Even wat meer bouw. Even voor die traps aan het kijken, jongen. Je weet maar nooit. Ik heb echt geen zin dat ik doodga nu door een trap. Holy shit, man. Lees je de superchat? Ja, alleen ik heb het dan net gemist. Het spijt me, maar ik kan niet altijd donaties oplezen. Ik doe ze natuurlijk altijd na de game. Dus doneer je, dan krijg je altijd een reactie na de game. Want dan ben ik niet meer geconcentreerd. Kijk eens aan, dit hebben we even nodig. De LMG drop ik voor de Deagle. En huts, oké. Zie je, de snelheid zit gewoon lekker in de game, man. Dat is echt chill. Dat had ik gisteren namelijk niet. De play, zeg maar, de movement. Dat het zo snel liep. Oké. Okay. Ik heb in ieder geval iets van bouw... Oké, er zit daar nog wel iemand. Hij bouwt daar. Oké, ik ga nu deze boom hakken. Dan komt hij ergens tevoorschijn, I guess. Ik heb nog steeds niet zoveel hout, man. Dit lijkt... Oké, 100 is echt niks, hoor. Het zijn 10 dingetjes wat je kan bouwen. Dus ik moet even steeds wat hout fixen. Oh my god, een heavy. Ja, die neem ik wel even mee, man. Voor de tech. Waar zit die knaap, gast? Oh my god. Ik ben zo bang voor die kerel. Hij had natuurlijk best wel een tryhard skin aan. En hij tryhardde ook best wel hard. Zag ik daar nou wat springen? Oeh, ik weet het niet zeker. Thanks voor alle donaties, jongens. Echt super dope. Ik ga het allemaal straks oplezen. Ik wil die knaap even dood hebben. Hij zit hier nog ergens, man. Alleen waar? Ik moet hem zien te spotten, maar... Ik ga er niet op af, echt, zeg maar. Ik durf dat niet, man. Ik denk dat ik dan dood ga. Oké, we zitten safe. Pluspuntje voor ons. Ik heb hem toch... Het is hem. Save damage, lol. Let's get it. Woe! Waarom lijkt... Jongens, holy shit. What the fuck, ouwe. Jongens, thanks voor alle superchats en donaties, gast. Echt sick. Oh my god. Deze kerel leek een stuk beter net in die fight dan wat hij hier liet zien. Oké. <Okay. laughs> We got it, jongens. Hey, don't worry. 5 killtjes. Lekker, man. Dit was heerlijk. Holy shit, gast. Damn, Daniel. Oké, nu niet doodgaan door een trap. Dat zie ik ook nog wel gebeuren op dit moment. Oké, even deze pallets nog hakken, jongens. En dan piepen we hem naar de safe zones. Niet heel ver, dus dat is chill. Heerlijk, man. Oké, jongens, 2500. Oh, dat ging, ja, oké. 2500 keizers. Echt sick, ouwe. Welkom bij de stream, jongens. Lach hier nog op. Toch weer een shotty. Huts, even wat ammo meesmikkelen. Oké, let's go. Naar de safe zone. Hoppakee. Double barrel. Wat is er met de dubbel? Ja, ik zag hem daar liggen, maar... Kijk, we hadden net een legendary variant. En ik weet niet waarom, maar iets in mij zegt dat die paarse variant juist niet chill is, zeg maar. Oh my god. Ik kreeg gewoon geen hit op die kill. Waar ben je aan naartoe? Oh god. Sorry, maar dat... Goed geprobeerd, man. Oh, de. Ik moest heel even concentreren hier, man. 3 minis. Ja, ik laat ze achter. Woe, we got hem. Dat was even een concentratiemomentje. Poeh. Die kerel die bouwde heel erg veel, ouwe. Maar ja, volgens mij wist hij niet echt hoe die naar boven moest komen. But we got him. Don't worry. Nice. Hè, mooi.
Lekker. Oh, Gert. Oh. Oké. Dylan is in de puberteit, jongens. Sorry. Sorry voor de voice crack. Ja, die heb ik echt zo vaak, jongen. Zeker als je verkouden bent. Als je stem helemaal brok gewoon. Ja, dat... ja. Verdorie, man. Verdorie. Kom je ook naar Byte? Nee, ik kom niet naar Byte deze, jongens. Sorry. Het spijt me. Want ik heb ook geen uitnodiging gehad. En ik wist niet eens wat het was totdat andere YouTubers eraan gingen meedoen. Dus ik dacht van, ja, weet je. Op zich. Weet je, het is leuk. Maar, I don't know. Ik ben niet, zeg maar, zo groot nog op YouTube, weet je. 100k vind ik echt een ding van, yo. Dan moet je wel wat vaker op events aanwezig. Wat lul ik eigenlijk? Ik had eigenlijk... Ja, ik weet niet, man. Het is gewoon legit. De reden dat ze niet naar mij toe kwamen. Is ook de reden dat ik niet daar naartoe ga. I don't know. Ik lul eigenlijk helemaal uit mijn nek net. Dat is sorry. Ik weet niet wat ik zeg. Ik ben veel te geconcentreerd op de game. Maar nee, man. Ik ga er niet heen. Ik ga wel naar Royalistische Event, trouwens. Want hey, daar ben ik wel voor uitgenodigd. Dus ja, dan kom je wel even gluren. Anders had ik wel een kaartje gekocht, hoor. Luke, jongen. Thanks voor de donatie, gast. Jongens, echt wajo, ouwe. Thanks voor alle donaties. Thanks voor de support, allemaal. Echt sick. Heel erg dope. Trouwens jongens, ben je nog niet geabonneerd? Dat zou super dope zijn als je natuurlijk een abonneetje achterlaat. Niks is verplicht. Doe het eigenlijk alleen als je het echt leuk vindt om ja, mijn streams en videos vaker te zien. En anders ja, kom je gewoon één keer even nu langs, weet je. Maakt helemaal niks uit. In ieder geval, ja, toch, ik zeg het maar even voor als je het vergeet. Hey, ja, subs is gewoon leuk om te krijgen, maar ja, kaas. Was je hoogste killgame? Mijn hoogste killgame in solo's heb ik laatst verbroken. En dat is een 21 killgame. Nou... Wow, dat was heel heftig. Ja, ik ga naar boven. Dus ja, 21 kills in solos, man. En volgens mij een keer een 24 kill game. Gewoon in mijn eentje, zeg maar. In, I don't know, 20 versus 20 of zo. Of zo'n game mode was het in ieder geval. Dus ja, maar dat telt niet echt, vind ik. Dus ja, maar 21 kills in solos, man. Dat was echt sick. Ik heb ook 21 kill squads gedaan. Toen was mijn hele... What the fuck, hier liggen allemaal loot. Is die kill gesniped dan? Oké. Okay. Ik ga wel even bij deze guy gluren, hoor. What the fuck? Gratis loot, hey. Weet je veel bouw? Ja, man. Oké, let's get it. Nice, dat had ik even nodig. En we gaan weer terug naar boven. Let's go. Iemand heeft... Oh, shit, man. Ja, ik vind die heavy sniper guy wat enger in deze situatie dan die andere gozer. Die kerel zit daar, die gaat er nu uit. Hij wordt ook weer beschoten vanaf daar, volgens mij. Oké, okay, ga ik heel even daarheen. Ik moet zo meteen die kant op om naar de C-zone te gaan. Maar volgens mij zit hier ook iemand te schieten. Ik zie op dit moment niemand. Waar zit hij? Hij zit daar nog steeds. Ik moet hem proberen te snipen, man. Met mijn hunting rifle. Ja, hunting rifle, I don't know. Ik kan er echt niet van ver mee schieten. Oké, die kill zit. Daar, kom op, blijf staan. Kom, kom. Blijf stilstaan, blijf stilstaan, blijf stilstaan, blijf stilstaan. Ik durf nog niet te snipen. Blijf stilstaan. Blijf stilstaan. Nee, stil, stil. Ga schieten. Precies. Gewoon even afwachten. Maakt niet uit hoe lang. Je moet het gewoon precies timen, want je hebt maar één kans soms. En dan pak je ze alle twee. Heerlijk, man. Deze, dit, jongens, leer dit. Onthoud dit in je hoofd. Gebruik die tactiek. Wacht gewoon... Soms moet je gewoon even heel lang wachten voordat je kills kan pakken, man. Heerlijk. En we hebben het snipe. Kijk eens aan. Woe, dat was perfect, man. Ik heb gewoon twee kills. Puur om dan eventjes te wachten en niet te overhaast te gaan schieten met een Scar. Holy shit, dat was heerlijk. Dat was perfect, gast. Ik laat de heavy sniper achter. Nee, ik neem hem mee. Ik weet niet. Het heeft wel iets of zo op dit moment. Oké, okay, nice. 8 kills. Prima. Laten we voor die 10 gaan. Dat is natuurlijk altijd mijn doel in Fortnite. In, hoe heet dat? In solo's. Oeh, daar zie ik wel een behoorlijke toren. Zit hier nog iemand in die box of zo? Oh, shit. What the fuck schoot ik daar kapot? Iets helemaal ging daar stuk of zo. I don't know. Let's go, we gaan hem pushen. Dit is een no-skinner, I don't know hoe goed hij is. Hij had wel een heavy sniper. Dus dat kan nog wel even een dingetje worden. Ik ga gewoon pushen. Hallo? Ik hoor hem hier bouwen. Dat was in je poepert, vriend. Dat was heel... Oh, what the f... Hij zit op die boom! Wat een gozer! Waar... Huh? Ik ben hem kwijt. Kut, sorry. Hij zit in die boom. Is hij gevallen? Wat ben ik blij dat ik even die heavy shotgun of sniper meenam. Hij is gevallen. Ik heb de kill niet. Verdorie, man. Die kill. Ik had hem uit de lucht. Best wel weak. En ik kom gewoon neer in een boom. Oh, wat een gozer. Ah, shit, man. Ah, kut. We hebben de kill niet gekregen, man. Dat is wel minder. We hebben wel bounces. Nou, oké, okay, what the fuck. Dat was echt... ik had niet eens gezien dat hij viel, ouwe. Hé, hey, it's super, jongen. Thank you voor de 2 euro superchat, gast. Dope.
Wat is hier nou? Hier is ook weer iemand gedood. Ik denk dat echt iemand in die toren zit daar. Ergens in die, aan die kant. Dit is denk ik redelijk verlaten. Alsnog vertrouw ik het niet helemaal. Ik moet even een beetje iemand zien hoor. Dit bevalt me echt totaal niet. Oké, kijk eens. Dat moest ik even hebben. Even achter mij bouwen. Iemand bouwt al. Okay, waar is die kerel? Ja, daar schrik je van, gast. Beetje de boel kapot hakken. Dacht er niet, vriend. Oké. Okay. 7 damage, gadver. Jongen, jongen, wat een... Hij deed het nog goed, ouwe, hè? We got him. Woe! Die knaap komt best wel wat. Jongen, jongen, dat scheelde niks. Holy shit. Oh, Gert. We gaan weer even de Gert erbij halen. Die bosjes nu, man. Oké. Okay. 2 guys left. Ik moet nog 1 kill voor de 10, natuurlijk. Daar ga ik natuurlijk voor. En... Hotsvlos, wat zit hierin? Holy shit. Oké, okay, Chuck, geef me die slurp maar even. Let's go, sniper. Oké, okay, jongens. 3000 kijkers. What up, mensen? Welkom allemaal met de stream, jongens. Super dat jullie er allemaal zijn. Ik ga denk ik even terug naar mijn launchpad. Shit, waar staat dat ding eigenlijk? Hier toch? Oké, okay, ja. Oké, okay, mooi. Hij heeft weer een toren gebouwd. Volgens mij zat die daar net niet. Dus daar zit iemand. Zit hier een grenade launcher toevallig? Nee. Oké, okay, volgens mij zit daar iemand. In die toren daar zo. Wat is handig? Ik ga hier even deze looten. Ik hoop even op een grenade launcher. Liever, ja, ik gebruik dat wapen eigenlijk nooit, een grenade launcher. Maar het is op dit moment wel heel even handig. Oké. Okay. Kut, sorry. Ik ben even aan het twijfelen. Wat ga ik nu doen? Kijk, ik heb een idee. Hij moet even nog zo'n rocket schieten. Dan schiet ik hem uit de lucht. Ik moet ook nog even in mijn achterhoofd houden dat er nog iemand is. Spring maar. Doe het, doe het, doe het. Oké, nou gaat hij switchen van naar sniper, denk ik. En er zit nog een gozer ergens, hè. Dat zit me nu een beetje dwars. Oké, ik heb bouncers, launch met alles. Deze kerel is best wel irritant, man. Oh, shit. Auw. Wat een irritant, hinderlijk persoon. Ik ben een beetje bang voor die andere guy. Dat hij opeens in mijn nek zit of zo. Nee, zit... Oh god, ik heb geen grenade launcher, man. Ik moet die toren van hem caduc zien te krijgen. Ik doe het gewoon op deze manier. Fuck it up. Ja, dit wordt hem. Die even weg. Waar schiet hij überhaupt op? Wat een ventje is dit. Die impulsnees zien er ook wel verrukkelijk uit. Wat ga ik doen? Wat ga ik doen? Oh god. Ik weet het niet. Ik vind die impulsnees heel leuk. Hij is... Oké, okay, nu moet ik even achter me kijken. Oké. Okay, fuck dat. Ik weet totaal niet waar die andere kerel zit, man. Die moet even komen, man. Oh, lol. Ik heb geen idee of dit handig is. Oh god.
Hij zit zo te campen, man. Geen idee, maar holy shit. Bitch! Get out of here, bro! Got you, man! Kom maar, kom maar. Paf! Hoe kan jij nog niet dood zijn? Goh, deze kerel wil niet dood. We hebben Philip de derde ook gevonden. Mm.